Eindstand in de wedstrijd ASVGL Antwerp 1-1. Bij ons beide trainers, links van mij Erik Franke, rechts van mij David Geraert. We beginnen met de bezoekende trainer. Het was wel een spannende wedstrijd, hè? Het was inderdaad een spannende wedstrijd die jammer genoeg op een 1-1 gelijkspel bleef steken. Ik denk dat we kansen genoeg gehad hebben om hier met een verdiende overwinning weg te gaan. Maar een wet leert ons dat je eerst moet scoren al voor je de 3 punten kan meenemen. En ik denk dat we dat het enige punt was die vandaag ontgoochelend was, dat de tweede goal niet viel. En daardoor blijven we achter met een 1 punt. Jullie hebben wel de kansen gehad, hè? Ja, ik denk dat we zeker... juist zegt er iemand dat het moest 1-4 zijn, maar het kan nooit 1-4 zijn als het geen 1-2 is. Dus het moet eerst 1-2 worden voordat het 1-4 kan worden. Ik denk dat we voldoende kansen gekregen hebben, dat we goed voetbal gebracht hebben en dat we... Iedereen was ontgoocheld in de kleedkamer. Ik denk als je de wedstrijd gezien hebt, dan weet je dat je ontgoocheld moet zijn na een wedstrijd zo gedomineerd te hebben. Hoe zit het met de kwetsuur van Stallone Limbombe? De dokter was nu nog aan het zien hoe erg het was, maar ik heb nog geen info. Oké, bedankt. Erik Franke, mag ik jou feliciteren met dat punt? Ja, ik denk dat we vandaag een punt gewonnen hebben. Daar ben ik volledig mee eens. Maar natuurlijk, om dat punt te winnen, moet je daar ook voor werken. Moet je vanuit een goede organisatie kunnen voetballen tegen dit Antwerp. En ik denk dat we dat vandaag vooral gedaan hebben. En dan moeten we ook zeggen van, dat Glenn Vromans toch ook ons in de wedstrijd heeft gehouden enkele malen. Maar ik denk dat we op een heel volwassen manier voor dat punt geknokt en gewerkt hebben. En ik kan best begrijpen dat Antwerp ontgoocheld is met dat gelijkspel. Voor ons is dat een gewonnen punt. Maar ik denk dat we ook niet alles mogen minimaliseren wat we vandaag op de mat gelegd hebben. En we hebben heel goede dingen laten zien. En eigenlijk bevestigt het een beetje wat we vorige week op Roeselaren hebben laten zien, hier thuis tegen Lommel. We trekken de lijn een beetje door en het is natuurlijk alleen, we hebben maar een punt, dat telt natuurlijk niet op. Maar dit geeft hoop voor de toekomst, zeker ook als je dan weet dat Augustijn nog terug moet komen. Gilles die dan deze week niet speelklaar is geraakt, dus op zich moet ik ook zeggen dat we de bankzitters moeten we ook feliciteren, want uiteindelijk invallen in een dergelijke wedstrijd is zeker niet evident. Maar dat bewijst nog maar eens dat we een groep hebben die er hard voor werkt en die zeker ook conditioneel in orde is en dat we vanuit een goede organisatie kunnen voetballen. Ik zeg nog, we zijn de eerste, mogen trots zijn, hè, we zijn de eerste club die Antwerpen punten afhankelijk maakt in de competitie. Dus er gaan niet veel ploegen zijn, denk ik, die daarin gaan slagen. Omdat dit Antwerp heeft ervaring, heeft kwaliteit ook. Maar we hebben er hard voor gewerkt en geknokt. En al bij al zijn we tevreden met dat punt. En ik denk ook onze spelersgroep, die met een tevreden gevoel morgen hier op training verstaat. Het was wel eigenlijk echt een punt op wilskracht, hè? Ja, maar die punten moet je ook halen in een seizoen. We hebben vorige week in Roeselare 3 punten te weinig gekregen. We hebben er nu eentje gewonnen. En op het einde van de competitie zit dat in evenwicht. Ik denk misschien ook tegen Lommel hadden we misschien ook wel 2 puntjes meer verdiend. Maar dat maakt de rekening niet. We moeten kijken naar het heden en naar de toekomst. En het verleden is wat dat het geweest is. Maar ik ben trots op mijn jongens om van hetgeen dat ze vandaag hebben laten zien. En nu Cercle Brugge. Ja, dat is de volgende opdracht. Dus we moeten daar met dezelfde mentaliteit en dezelfde kwaliteiten die wij hebben naartoe gaan. En proberen van toch iets meer kansjes te creëren misschien. Want dat brak vandaag een beetje in de zin van dat we vooral op stilstaande fase gevaarlijk waren. Maar volgende week is een andere wedstrijd, een andere tegenstrever. We gaan daar keihard voor werken en we moeten van week tot week werken. Oké, bedankt Erik Franke. Eindstand dus in de wedstrijd ASV Geel tegen Royal Antwerp FC 1-1. Geel blijft het zwarte beest voor Antwerpen.